Tof dat jullie kijken naar een nieuwe video van Dutch Carp. Vandaag gaan we een dagje oppervlakte vissen. Veel kijkplezier. Ik heb mijn pen neergelegd. Tussen die twee. Ja, rietplanten. Ik zag net al een karper zwemmen. Ik heb wat kostjes gegooid, maar ja. De eentjes die vinden die ook lekker. Gaan we zien. Of we een karpertje kunnen vangen hier zo. Anders ergens anders wel. Zo, de eerste karper aan de korst. Alleen het gaat net het ligt een stukje verder. Ja, top. Best wel sterke vis. Ik heb hem al een tijdje aan. Ik ga hem weer flink door de slup innemen. Hij is alweer helemaal daar. Ik ga hem even binnenhalen. Zo, dit was het visje van daarnet. Die ik pakte. Mooi karpertje. Heel sterk. Wordt hier niet zoveel gevist waar ik nu zit. Dus de karpers zijn nog punt gehaald. Heel mooi visje dit. Dit is een zusje. Kijk of je ook zo nog een karper kan vangen, toch? Ja. Nou, tot de volgende vis. Op een andere plek gaan vissen. Hier zo. Achter mij die twee karpen die paaien. Daar twee karpers. Verderop heb ik al wel wat vis gezien. Zo, dat gaat aardig volgen. Ik ga proberen hier nog een visje aan de oppervlakte te vangen en dan zien jullie me zo. Ik heb er weer eentje aan. Gaat er flink hard vandoor. Het is een grote vis. Helemaal door het riet hoor. In het kleine slootje hier nog nooit een karper gevangen. Wel heel veel gezien. Ik ga hem even binnenhalen. Het is een hele mooie vis. Daar is helemaal iemand wat erin geschept met. Ja, dat is wel jammer. Mooi kaart. Oh. Hij was heel schuw, dat was het kostje echt niet pakken. Hij heeft hem eigenlijk toch gepakt. Ja. Ik ga nog even wachten op het schepnet. En dan hopelijk zien jullie hem zo. Tweede vis. Hele mooie schub. Het duurde even voordat ik hem had. Ik denk ook al een kwartier bezig was. Maar de hele tijd wist hij toch weg te komen. Ik heb hier nog nooit een vis gevangen in die sleutjes. Het zijn heel schuw hier. Maar punt gaaf. Een beetje een rare ding op zijn kop. Maar heel mooi schubje. Ik zal foto's maken en hem terugzetten. Daar gaat hij weer. Deze mooie schub. Dank voor het kijken naar deze video. Like en abonneer.
Bedankt voor de 200 subs. Tot de volgende video. Later.